Vandaag en morgen trekken een paar actieve storingen over het land. Dat levert flink wat regen op en ook de wind wakkert aan. Echt wat meer herfst. Het is wel tijdelijk, want later in de week is het vrij rustig en droog. Dan neemt een hoge drukgebied boven Scandinavië de boel weer over. Maar eerst passeert deze storing vandaag een actief ding: veel bewolking, flink wat regen. Vanmiddag uiteindelijk in het hele land, ook in het oosten. En er valt op vrij grote schaal 5 tot 10 liter water per vierkante meter plaatselijk meer. De zuidwestelijke wind wakkert aan tot krachtig rond kracht 6 in het noordwestelijk kustgebied en het wordt vanmiddag om en nabij 14 graden. Langs de oostgrens de minste wind, een matige bries uit zuidwest rond kracht 3. Vanavond neemt de wind af om vannacht weer toe te nemen. De volgende windpiek wordt verwacht. Aan de westkust mogelijk tot 7 boven. Is een beetje onzeker. En ook de hoeveelheid neerslag en waar precies de meeste regen gaat vallen. Nou, morgen overal weer een aantal buien, behoorlijk nat weer. Middagtemperatuur 12 graden wat minder wind in de loop van de dag en s'avonds klaart het geleidelijk op. De dagen daarna zien er aardig uit, wolkenvelden en zonneschijnen wisselen elkaar af. Misschien dat op de Wadden nog een enkele bui valt, daar de meeste bewolking. De wind draait geleidelijk naar het noordoosten, is afgenomen. S'nachts kan er mist ontstaan. De nachten worden ook frisser. Minimumtemperaturen zo rond 6 graden in het binnenland wat kouder. En smiddags blijft het ook fris met maximumtemperaturen zo tussen 10 en 13 graden. Fijne dag.